9 in de telling, maar de gemengde 4 keer 100 meter wisselslag is de start van het middagprogramma. En we stellen de teams aan u voor op baan 2, DZ NPC. Op baan 3, Dedemsvaart AC. Op baan 4, team van PSV 2. Baan 5 voor Hellas Glana. En op baan 6, Next Line Swimming. Wisselslag estafette gemengd. Het zal zomaar heel spannend blijven tot de laatste meters. En van iedere estafette is het mogelijk dat twee series gevuld worden. En van deze twee series maken we de einduitslag op. En die einduitslag maken we op voor de snelste na twee series. In het water, baan 2, Mees Niemeijer. Ismee Lichtendonk in 3, Matthijs Verdonk in 4, Judith Houtvast in 5 en Indy van Laaghoven in baan nummer 6. Voorsprong is er voor baan nummer 4. Matthijs Verdonk van PSV. De ruime voorsprong op de andere zwemmers en zwemsters. In de eerste 100 meter van die 4 keer 100 meter wisselslag estafette. PSV dus aan de leiding. We wisselen hier na 1-0-1-79. Beckman, Torben Reinkels, Joris Janssen, Ian Sanders en Steven Smit. De voorsprong daar nog steeds voor PSV. De voorsprong na 100 meter was een 5 seconden. Die voorsprong wordt uitgebouwd nu naar 7 seconden op de nummer 2. Dat is Dedemsvaart AC. De positie voor Hellas Glana in baan nummer 5. En zo gaan deze drie heren nu aan de leiding. De heren aan de leiding bij de schoolslag. De achtervolging daar van Next Line Swimming en DZ en PC. We wisselen voor de tweede keer te water. De volgende dames en dan de 100 meter vlinderslag. De voorsprong van PSV vergroot na 9 seconden en te water gaan Luca Ebbingen, alias Alessia Sluis, Jannes Legers, Chantal Senden en Evi van Laaghoven. 9 seconden voorsprong voor PSV na 200 meter en op het keerpunt 250 meter zien we dat die voorsprong voor PSV kleiner wordt. 6 seconden nu, maar Hellas Glana daar in de tweede positie. En nu gaan we door naar het laatste keer wisselen. De verschillen blijven dan groot. PSV ruim aan de leiding. Op de vrijslag gaat het bepaald worden. En dan zien we PSV na 300 meter. 3:15:62.
En dan Hellas Klana in tweede positie naar 3:22.95. 7 seconden is het verschil. En dit is de kracht van de mix estafette. Een dame tegen een heer. Het verschil was 7 seconden op het 300 meter keerpunt. En heel snel wordt die voorsprong ingehaald. We zien het beeld verschijnen. De zwemster voor PSV in baan 4 is Kim Roestenberg. En Lars van der Heijden komt erachteraan. Samen met Erik Nijholt, Stan Tibben en Stan de Zwart. De laatste 100 meter. En dan wordt het Hellas Glana die heel dicht bij PSV komt. Het is de laatste 25 meter te gaan. Moet naar Kim Roestenberg nog steeds die voorsprong verdedigen. En dan in die laatste 7 meter, 6 meter, is het Roestenberg tegen Van der Heijden op het aantikken. Betekent het winst voor PSV. 4:15.69 honderdste. En Hellas Glana 4:15.72 honderdste. Die hele grote voorsprong was net genoeg aan het einde om PSV de overwinning in deze eerste serie te bezorgen. En de te kloppen tijd te plaatsen voor deze estafette. Officiële uitslag die verschijnt in beeld. Meld u dat alle tijden die ik noem officieus zijn totdat de scheidsrechter ze heeft bevestigd. En ze in aankomstvolgorde op het scorebord staan. 4:15.69, dat is het geval. Dankjewel dames en heren. En we gaan wisselen naar serie 2.